Good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Jill is er ook bij. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Zoals jullie misschien weten is deze hele maand Kelsam. Wat betekent dat ik elke dag een video upload. Speciaal voor jullie als jullie een aantal likes halen. Wat ik aan jullie vraag vandaag is dat aantal. Jill, vertel het de mensen even. 8500, je weet niet hoe je het wil zeggen, 8,5k likes. Kijk, weet je, ik werk me helemaal de tering in om elke dag een video te maken. En in ruil daarvoor hoeven mijn kijkers alleen letterlijk op één knopje te drukken. Dus op zich vind ik het niet echt heel erg raar om dat te vragen. Maar jij vond het wel raar. Ik vind het veel. Vind je het veel? Ja. Maar aan het eind van de maand kom je echt richting 14.000, 15.000 likes. En dan zegt ze van ja, ik weet niet precies of het gaat lukken. Maar 14.000 likes? In 24 uur. Maar het is toch vet als het wel zou lukken? Ja, dat is waar. Dan is natuurlijk de grote vraag, ken je dit horloge? Ja, die ken ik. Echt? Ja, tuurlijk. Kijk op die video's. Weet je wat ik kan? Ja, dat weet ik ook. Weet je wat ik kan? Pak man. Voor de mensen die niet weten wie je bent, vertel even. Zeg even. Hoi, ik ben Jill en ik ben iemand. Vet, thanks voor je introductie. Ja. Ja, oké, okay, nu even voor het echie. Oké, ik ben Jill en ik ben iemand. En ze heeft een hond. Ja, die zit nou op de gang, want ze is stout. We gaan ervoor. We gaan vandaag iets leuks doen, namelijk we gaan op Tinder als Croco Jill. Let's get in, man. Jill van Doorn, a.k.a. De dame met de lange haren. Heb je ooit getinderd? Ik heb voor een blauwe maandag heb ik 2 dagen met vriendinnen of zo ja, Tinder erop gezet. Maar ik was er heel snel klaar mee. Blauwe maandag? Weet je nu wat dat betekent? Ja, ik weet wat dat betekent, maar wie gebruikt dat nog? Wie gebruikt dat gezegde? Omdat je een blauw shirt... Ja. Maar waar heb je er wel zin in? Ik vind het wel grappig, ja. Maar ik ken allemaal mensen hier uit de buurt, dus dat wordt nog wel een dingetje. Ja, dat is wel een beetje raar. Waarom heb je ja gezegd überhaupt? Omdat ik zo geleuk ben. Dat zal het zijn. We gaan tinderen. Het is zover. Ben je ready? Oké, ik ben ready. We gaan op Tinder als Croco Jill. Let's go, man. Zij is de enige die eigenlijk gewoon haar eigen Tinder account heeft gebruikt. Dat is het ding. Normaal gesproken maak ik altijd een neppe aan. Nee. Wow. Waarom wil je alleen alles nee? Moeten we alles ja doen dan? Nee, maar je... Ja, maar dit zijn toch allemaal niet mijn typisch. Maar je kijkt helemaal niet verder. Tinder is toch gewoon meteen die eerste indruk. Als dat niet is, dan is het toch gewoon klaar. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Laat heel even je profieltje zien. Ik wil even je profieltje zien. Oh, mijn profieltje. Chill, 24. Fotootje met even een hoedje op je hoofdje. Dit is bij Harry Potter. Gryffindor! Zat ik maar bij Gryffindor. Waar zit jij bij dan? Hufflepuff. Hufflepuff? In ieder geval, dit ben ik als hondje met Pip. Ook een hondje. Dit ben ik met mijn hondje. En dit ben ik. Zonder hondje. En dit ben ik ook. Met een sjaal. Binnen. Trouwens, de foto's moet ik blurren in beeld. Dus als jullie haten over het feit dat jullie de mensen niet kunnen zien. Mensen, anders krijg ik claims, worden mensen boos op mij. Wie verkleedt zich als Mario? Misschien was het wel die andere guy. Wat een andere guy? Ja, er stonden twee mensen op de foto. Ja, maar ik heb hem toch al weggeswiped. Kijk, als jij een foto gebruikt met vrienden erop en zo, ben je meestal de lelijke. Oh, we hebben een match! Oh! Maar ik moet je wel eerlijk vertellen, je bent net begonnen en je hebt nu al mensen, dat is nice. Want normaal gesproken start ik altijd even een account een dag van tevoren, zodat mensen al gelijk kunnen hebben, maar dat is bij jou niet zo. Nee, precies. Ik ben trots op je. Dankjewel. Dus eigenlijk serieus in die minuut of zo dat ik nou Tinder heb, heeft er dus al iemand mij geliked. Er is een andere guy, die is hier ergens ook. Wat is trouwens je range? Wat? Huh? Nee, gewoon een aantal kilometers, er kan een guy uit Groningen, hoe kan je die ook tegen? Ja, dat weet ik allemaal niet, hoe doe ik dat allemaal? Hier, maximaal afstand 80 kilometer, let's go. Leeftijd 18,34. Let's go! Wat wil je? Gewoon 50! 55 plus! Moet ik gewoon de eerste 10 gewoon allemaal liken of zo? Je moet niks. Nee, ja, maar dan zitten we hier nog wel even. Ja, oké, dan moet je wel iets. Fase 1 van de Tinder video's is dat de persoon waarmee ik de video opneem zelf mag bepalen hoe en wat precies. Dus jij mag gewoon lekker alles naar links swipen omdat je niemand leuk vindt. Want ja, je haat iedereen op de wereld blijkbaar. Maar echt, dat doe ik echt, ja, hè? Alles! Je doet wel me, ik word nog wel aantrekkelijker. Zie het als een investering. Gewoon doen, liken we gewoon, boeien. Oh, dit was wel leuk. Maar ja, maar jij doet veel te snel. Je moet gewoon soms... Kom hier. Doe jij het dan? Je moet gewoon even kijken. Dit is nice guy. Nice guy wordt hem niet. Ah, nee, wacht. Nice guy wordt nee, hem niet. Nee, ik doe maar niks. Slik je gewoon even en dan denk je... Nou, oh, hij heeft maar één foto. Fuck ja. Ja, nee, hier. Echt niet. Dan kijk je even meerdere foto's. Denk je, nee, dat is hem niet. Ja, maar dit is een top. Nee! Zo moet je doen. Je moet gewoon een beetje oriënteren. Het enige wat jij doet is... Ik heb iemand gelijk. Goed zo. Peer. 26. Oké, nou, nemen we deze. Oké, is goed. Oké, is goed. Oké. Harm wil heel graag een meisje van 24. Harm is zelf 45. Stelt het. Ah, smerige smerige. Hoezo? Maar dit ook. Je gaat toch geen foto met een meisje? Ik word echt agressief van jouw Tinder gedrag. We gaan over op fase 2. De fase waarin eigenlijk gewoon je de telefoon aan mij geeft en ik het gewoon ga doen. Want dat is allemaal kut. Hey, je hebt een match. We gaan gewoon even door. Hier, Tommy, hartstikke leuke gast. Iets ouder dan jij, maar mij niet uit. Jij haat Tinder omdat het allemaal op basis van uiterlijk is. Dus wat doe je? Je liked gewoon iedereen en dan zoek je het op basis van innerlijk. Oh, dit is best wel een leuke gast. Hey, you got the matches. Ja, mijn sunny is veranderlijk. Mensen, we zijn fase 2 doorheen, oké? Ik heb het telefoontje even in mijn handen gehad. We hebben even wat matches geregeld. We gaan even wat gesprekken starten met de leukste mensen van Nederland. Alle leuke mannen van Nederland. Wat? Zo, Jill is on the market. Niemand praat
ook uit zichzelf. Hoezo moet een vrouw dat doen? De mannen op Tinder zijn genadeloos. We hebben vier guys. Bob, Radju, Koen en Peter. Peter, sowieso Peter natuurlijk. Echt? Maar Peter heeft een gebouw op zijn foto. Ik weet niet. Oh, waar ben je? Wow. Jill, jij bent recht door zee. Misschien moet je eventjes met iedereen een gesprekje aanknopen. Om te kijken wie het meest fan is en wie het meest wil praten met je. Peter is thuis. Hi, Rick. Ah, I like it, man. Peter is onze guy. Peter, je foto is niet zichtbaar, maar... Hij vraagt wat ik aan doen. Waarom loop je weg? Komen. Ja, soms moet ik gewoon eventjes lopen. In het bos. Nee, dat is raar. Waar ben ik dan? Zeg gewoon, op een roze wolk. Sinds ik jou heb gematcht. Op een roze wolk. Gemachtigd. Is ook goed. Oké. Ik zeg tegen Koen gewoon Koen. Oké, moet ik tegen iedereen gaan praten? Hey, je moet niks, maar eigenlijk wel, dus doe het maar. Je ziet niet wat er gebeurt. Maar mijn autocorrectie gaat helemaal de verkeerde kant. Wat doe je? Maar heb jij je autocorrectie ingesteld op de taal debiel of zo? Want een autocorrectie had toch juist ervoor moeten zorgen dat je woorden zegt die wel sens maken? Bob, wat leuk dat je er bent. Nou moeten we eventjes wachten. Of swipen we gewoon door? Hij is nog wel knapper. Hey, Tjoko, wat stom, man. Hallo, Ruud. Waarom doen mannen dit? Hun shirt uit tijdens een festival. Ja, dat is gaaf, jongen. Oké, dat is goed, Jap. Hey, Jap heeft die M. Ik heb hem geluid. Oh mijn god, ik ken hem. Ken je hem? Like hem. Nee. Kom op, doe het. Ja, maar doe dit het. Is... Ja! Oké, we gaan gewoon die hard. Hopstee. Aldo. Lekker. Dag, Aldo. Dag, Aldo. Wie zegt dag? Ik begin nooit het gesprek. Ik wacht gewoon af totdat iemand tegen me praat. Oké. Oh, Peter. Yes! Vond je bericht leuk? Wat gebeurt hier? Ja, je kan katapulten. Jill. What the fuck is een huh? Ken jij hem niet? Dat zou wel zijn. Jij zegt ook gewoon huh terug. Ja, hoezo huh? Hij is Duits! Oh nee! We hebben een Duitser! Nee! Wow, dachte echt niet dat ze je een match erzielen. Hoffen dir geht es gut. Met andere woorden, ik dacht echt niet dat we gematcht zouden hebben, maar hopelijk gaat het goed met je. Laat me even Duits praten tegen hem. Okay. Das ist ein Witz. Fuck jouw autocorrect. Mensen die autocorrect hebben, moeten sowieso even weg. Oké. Kom terug! Ik kan zeer goed Duits spreken. Waarom stuurt hij een emoji van een varken? Ben ik een varken? Do you mean I am a... Hartstikke vark. En ook nog eens een hele mooie naam heb je. Oh. Hij zegt serieus dat ik een varken ben, maar de liefste varken. Mag ik je één tip geven als je een jongen bent? Noem een vrouw never, nooit een varken. Oh, Joost heb ik zelf helemaal niet aangesproken. Hi Joost, hoe is het met je? Oké, we hebben inmiddels ongeveer gesprekken met twee guys en wel meerdere, maar twee zijn eigenlijk pas interessant. Eén noemt haar een varken en de andere is Peter en die vindt dat ze er mooi uitziet en houdt van blond. Peter is echt een lieve man. Moet je vragen aan Peter of hij jou kent? Of van een Peter. Je moet lekker doen wat je wil. What's good? Ik heb een gesprek met Ruud, maar Ruud is oprecht wel een knappe jongen, hé. Ruud is leuk. Ruud is oprecht wel een knappe jongen. Jill, je staat voor een moeilijke keuze. Ja. Je moet namelijk even twee gasten kiezen. De rest ga je niet meer mee praten. Oké, ja, Ruud natuurlijk. Want Ruud ziet er goed uit, hé. Hey, ja, Ruud sowieso. Hey, en Peter, want Aldo is kut. Aldo, Peter en Ruud. Maak er drie van. Okay. Aldo, ik mag gaan scherzen. Ja, maar jij vraagt, wat doe je? Dus hij zegt, ik maak scharen. Ja, maar als je dit toch kan lezen... Mag ik hem? Deze gast heeft je een varken genoemd en je praat gewoon nog steeds. Ja, hier. Neem het over. Waarom noemen ze hem hier? Eine varken dan. Hoezo denk je ook, nou dit is echt een goede versierpoging. Mag ik even praten met Ruud? Aldo, ik verstehe ik dich nicht. Fuck jou Aldo, fuck jou! Ik ben echt gewoon met deze gast een hartstikke gezellig gesprek aan het voeren. Ruud en Jill, samen in een bootje. Hij kent geen Kelvin. Waarom heb je aan hem gevraagd of hij Kelvin kent? Omdat jij zei, ja, doe je dingen. Ah, serieus? Weer een Duitser! Wat heb je gedaan? Waarom al die Duitsers? Ik stuur gewoon helemaal bij voorbaat een varken. Ik verstehe dich nicht. Dat is wel niet ernst zonder spaß. Ik dacht, du kennst Deutsch. If you not can write in German, please write in English. Ik heb fuck you gezegd. Het is klaar, Aldo. Het is nou echt afgelopen. Nu is het klaar. Opgezet. Pak Ruud er even bij. Ik wil gewoon even weten wat voor gesprekje het is. Hallo Ruud. Dag, madame. Hoe gaat het leven? Zijn gangetje. Zit in de tentamenweek. Dus heb een leven heb ik niet echt dus. Haha. Dan heb je toch juist een leven. Haha. Noem als jij dat een leven noemt. Ben blij als ik volgende week weer mag werken. Oh, ik dacht nu net uit de tentamen. Dit is echt een basic gesprek 1.0. Er is niks interessants aan dit gesprek. Oké, doen we gewoon een katapult. Laten we gewoon doen. Wow, wat ben je rebel. Hoppakee. Mag ik nog even met Peter praten? Ah, oh, Peter. Zin? Zin in wat? Wat is de zin van het leven? Alleen toen... Toen dacht je, oh, dat is zoveel typen, laat ik gewoon alleen zin sturen met een vraagteken. Juist. Snap je? Bedankt voor alle lieve complimentjes. Ik ben dat niet gewend. Super lief bent u. Zei ik u, ik bedoel... Ik bedoel jij. Sorry, ik heb dit gesprek heel erg raar gemaakt. Aldo, I make only a joke. Maybe a bad joke. Excuse, I wanna ride with you. Kunnen we niet even naar een soort van hoogtepunt doen met Aldo? Hoogtepunt is bereikt. Orgasm. Peter! Peter heeft altijd zin. Vraag waarin. Oh, hij vraagt ook gewoon hoezo niet gewend. Omdat iemand me een varken noemde net.
Waar heb je zin in? Beter is het, fuck de rest. Oké, waar heb je zin in? Zeg, ik vraag het aan jou, gauw. Ik vroeg eerst aan jou. Ik heb nog een mat, wil je die indoen? Wat? Au, au. Wow. Okay. Ik kom bij hang, hè. God, man, die. Nee, Peter is boos nou. Dat is ook niet aardig. Ik bedoelde... Het goed. Mag ik met Peter praten? Ja, mag met Peter praten. Ik voel me zo mogol met dit haar. Dat is echt niet te doen. Wat denk je dat Peter gaat antwoorden? Nou, die wil ik je wel geven voor een meisje. Ja, denk je dat? Ik noem me gewoon een varken. Ik bedoel, ik kan geen enkele fucking man meer peilen nou. Reageer je niet meer. Peter, man. Aldo, you want orgasm. Het is klaar nu, bezig. Je dit. Can you provide? Oké. Okay. Gaat hij zeggen dat hij een orgasme kan providen? Jij moet even raden wat je denkt. Wat gaat hij zeggen? Antwoord A. Ja. Antwoord B. Nee. Iets met een varken. Antwoord C. Oh, rot op. Sowieso B. Ik zit met spanning af te wachten. Hey, Aldo. Kom op, man. Gaan we serieus What's wachten? Door? Ja, maar hallo. Ik denk namelijk dat hij ja gaat zeggen. Ja, jij dacht iets met die varken. Hey, Aldo heeft wat gezegd. Not German, but better Italian. Hey. Italiaanse Aldo, wat Germany, hoor. Dit is waar we geëindigd zijn. Ja. Oh, hij praat nog iets. Oh, flikker op, joh. Hij wil een dick pic. Oh, Aldo. Heb je dit al wel eens bereikt in de Tinder video? Dit hebben we nog nooit bereikt. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Vergeet niet deze video te liken, want bij 8500 likes maak ik morgen weer een nieuwe video. Moeten we binnen 24 uur. Dus let's go, man. Je kunt dit. Dankjewel dat je mede abonneert op Jill. En dan zie ik jullie morgen hopelijk weer. En anders niet. Hey, dankjewel. De groeten! De groeten!